Beste dames en heren, er is een gevaarlijke wet op komst. Een bedreiging voor onze burgerrechten en de manier waarop we omgaan met communicatie. Ze noemen het de sleepwet en de Piratenpartij is tegen. De sleepwet geeft inlichtingen en veiligheidsdiensten toestemming om massaal communicatie af te luisteren en op te slaan. Je telefoon, computer, tv, horloge, smartspeaker. Als de wet doorgaat, mogen ze wanneer één iemand ergens wordt verdacht, de gehele wijk afluisteren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze willekeurige manier van afluisteren niet effectief is tegen terrorisme. Ik ben voor gericht onderzoek. In het voorstel staat dat verzamelde data doorgestuurd kan worden naar andere landen, zonder dat dat eerst wordt geanalyseerd. Fucking slecht. In sommige landen wordt de bevolking 24/7 digitaal gecontroleerd. Deze wet is een stap in de verkeerde richting. Wanneer je eigen veiligheidsdiensten je afluisteren, ben je niet meer vrij om te zeggen wat je vindt van je eigen overheid. De sleepwet maakt tevens een DNA-databank legaal. En daarmee maken we genetisch profileren mogelijk. Zonder bewaartermijn. Die gegevens gaan nooit meer weg. Zonder goed toezicht moet deze wet van tafel. Massasurveillance op jouw apparaten in jouw huis is in strijd met je recht op privacy, met de vrijheid van meningsuiting, met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, met je recht op een eerlijk proces en je recht op een gelijkwaardige behandeling. We hebben één kans om aan te geven dat wij dit niet willen in Nederland. Een stem tegen de sleepwet is een stem voor een betere wet. Op 21 maart kun je stemmen tijdens het referendum. Dus informeer jezelf, denk na en stem.